Hallo en welkom bij deze video van MBO Media Wijs. Vandaag ga ik met jullie mindmappen in MindMeister. Laten we snel kijken. Oké, welkom. We zijn op de website van mindmeister.com aangekomen en ik heb een account gemaakt. Ik ben ingelogd op dit moment. Dat zien we hierboven, rechtsbovenin. En een mindmap, mocht die helemaal uitgewerkt zijn, zou die er zoals we hier zien uit kunnen zien. MindMeister is eigenlijk een app die ervoor zorgt, een webapp die ervoor zorgt dat je makkelijk mindmaps kunt maken. Een nieuwe mindmap ziet er eigenlijk als volgt uit. Je begint met een leeg vel en dan kun je bijvoorbeeld je naam invullen wat je wilt gaan doen. Bijvoorbeeld, we gaan het hebben over houtbewerking. Druk je op enter, staat dat ding. Ja, dan heb je dat onderdeel gemaakt en je kunt aan de zijkant dit onderdeel bewerken door bijvoorbeeld een ander kleurtje voor de tekst aan te geven. Of het vakje zelf een ander kleurtje te geven. Of je zegt, nou, ik wil alles wat hier aan gelinkt is een kadertje geven of niet. Nou, het mooie vind ik hiervan, het werkt vrij snel met de toetsenbord. Als ik nu op tab druk, krijg ik een nieuw bubbeltje. Dus als ik nu zeg bijvoorbeeld materiaal weghalen, ja, dat kan bij houtbewerking. Maar ik klik nog een keer op tab, krijg ik een andere, bijvoorbeeld materiaal toevoegen. Toevoegen. En ik kan materiaal weghalen met bijvoorbeeld met tab zaag. Of met de bijtel. En materiaal toevoegen doe ik met lijm. Nou, zo kun je eigenlijk op vrij snelle manier kun je dingen toevoegen aan je mindmap. Dus tab en enter werkt heel makkelijk. Later kun je deze dingen nog weer verslepen. Je kunt een blokje verslepen en dan zie je dat eigenlijk alles automatisch meebeweegt. En zo kun je je hele mindmap vormgeven. Nou, ben je er helemaal tevreden over, dan kun je deze sharen. Je kunt er een plaatje van maken en versturen. Maar je kunt ook mensen toevoegen en zeggen, nou, reageer hier nou eens op. Want aan de zijkant heb je nogal dingetjes hierbij. Mensen kunnen zeggen, nou, ik vind materiaal weghalen vind ik een heel mooi onderwerp. Die kunnen daarop, die kunnen erop klikken. En die kunnen daar bijvoorbeeld een plusje voor geven. Die zeggen, nou, dat vind ik een goed onderdeel. Materiaal toevoegen vind ik een wat minder onderwerp. Dus die doe ik een minnetje naar beneden. En zo krijg je uiteindelijk, als je met meer mensen samenwerkt, een score. Dus je kunt hier ook nog in scoren. Je kunt ook links of dat soort dingen toevoegen. Namelijk of een plaatje. Je kunt een plaatje eraan toevoegen. Maar ook een link naar een bepaalde plek. Zelfs als je op advanced klikt, krijg je aan de hand van de term houtbewerking krijg ik links naar Wikipedia bijvoorbeeld. En dan staat hij hierbij. Dus je kunt eigenlijk de hele mindmap helemaal optimaliseren. Nou, prachtige tool zul je zeggen. Hè? Tenminste, dat vind ik wel. Werkt heel makkelijk. Het grootste nadeel van MindMeister is dat je maar 3 gratis mindmaps kunt hebben. Dus of je moet nadat je klaar bent hem weggooien. En als je dat niet wilt, dan moet je gaan upgraden. En dan vind ik de prijs toch nog best pittig. Nou, €4,99. Dan heb je eigenlijk al heel veel. Nou, de rest zul je eigenlijk al niet zo snel gebruiken. In ieder geval niet als je gewoon geen bedrijf in ieder geval hebt. Dus normaal 3 mindmaps. En je kunt gewoon met iedereen samenwerken. En wil je nog wat meer, dan zul je moeten betalen. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken en graag tot de volgende video.